Hallo dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Pokémon Go. Vandaag zijn we bij deel 2 van het vuurwerkfestival van Scheveningen, want ja, ik moest deze aflevering in 2 delen op gaan splitsen, want het was gewoon anders veel en veel te lang geworden. Hadden we een video gehad van 20 minuten of zo, dat is gewoon te lang. Maar hey, met de Magnum Hide komt eruit, dat is jammer, dit is vervelend. Wordt een goede aflevering, hoop ik. Goede Pokémon, hoop ik. Ik ga er zo niks over zeggen, ik bedoel... Kom op, Magnum Hide, je kan even in de Pokémon blijven, hoor. Ja. Ik bedoel, we hopen zoveel mogelijk goede Pokémon te vangen, Pokémon te evolueren, weet ik veel wat. Dus, kom op. Je bent een Magnum Hide, je kan rustig in één... Oké, wat? Dat ging fout. Je kan rustig in één Pokémon blijven zitten, hoor. Oké. Wiebel 1 keer. De Wiebel 2 keer. Kom op. Dit meen je niet. Oké. Nice. Pokéball gaat open. Ja. Wiebel 1 keer. Wiebel 2 keer. Wiebel 3 keer. Top. Oké, dan ga ik even verder zoeken naar andere Pokémon. En man, heb ik maar een goede andere Pokémon gevonden, zeg. Nou ja, het is CP85, dus dat is niet zo heel geweldig. Maar alsnog een Rhyhorn, oké. Ik wil heel graag de Rhydon hebben, dus zeg maar heel graag. Zeg maar super graag. Nee, maar het is een Neushoorn Pokémon. Wat wil je er nog meer van, toch? Nou ja, oké. Wiebelt 1 keer. Wiebelt 2 keer. Wiebelt de 3e keer. Mooi, we hebben Rhyhorn gevangen. Oké, top. Ik ga weer zoeken. Tot zo. Oké, ik ben terug. En ik heb een nieuwe Pokémon gevonden. Ik heb een Kingler gevonden. Ik heb zelf nog geen Kingler. Ja, ik heb nog geen Krabby geëvalueerd. Dus vandaar dat ik nu dus een nieuwe Pokémon hier kan gaan vangen. Gebruik de Raspberry. Kom op, ik wil deze Kingler. Geef me een nieuwe Pokémon in de Pokédex. Dat is altijd een geweldig iets. Een mooi iets op een dag. Kom op, gooien en... Wat? Dat was volledig tegen hem aan. Pakken de Great Ball. Pakken de Great Ball, kom op. En... Ja, oh, Great... Oeh, Great Great Raspberry. Oké. 1. 2. 3. Nice, we hebben een nieuwe Pokémon. We hebben een nieuwe Pokémon erbij. Spelen het Happy Pokémon muziekje. Waarschijnlijk niet, hè? Nee, oké. Okay. Het Happy Pokémon muziekje kunnen we niet spelen door copyright. Oh. Nee. Oké, ik heb hier weer een andere Pokémon gevonden. We hebben een Meowth. Weet je, de Meowth zijn de laatste tijd komen ze wat vaker voor in de video's. Top. Want ja, hoe meer Meowth we tegenkomen, hoe meer we daadwerkelijk ook... hoe sneller we de candies hebben voor een Persian. En man, wat beginnen mijn Pokéballs op te raken. Ik heb volgens mij op het moment echt 40 meer Great Balls dan gewone Pokéball, maar... Hey, we vangen er wel weer een Meowth mee. Dus mij hoor niet zeuren. Nou, ik ga weer zoeken. Tot zo. Oké, ik ben terug. Ik heb hier een Poliwag. Poliwag staat een beetje heen en weer te dansen, weet je. De candies kunnen we altijd gebruiken voor Poliwrath. Ik bedoel, waarom niet, toch? Dat ging makkelijk. Nou, ga ik wel weer zoeken. Ik bedoel, dit was makkelijk. Oké, goed nieuws. We hebben echt superveel Voltorps gevangen. Dus ja, we gaan hem evalueren, deze. De sterkste Voltorp die we bij ons hebben. Dus als het goed is, wordt dit een Electrode. En weet je, ja, dat is een mooi iets. Hebben we namelijk weer een nieuwe Pokémon erbij. En die willen we altijd wel hebben. Onze Supernova. Onze Electrode. Helemaal mooi. Helemaal mooi. Ik vind die wenkbrauw wel een beetje vreemd, hoor. Die uit zijn hoofd zou steken. Ja, wel... Nou, en van de ene evolutie zo door op de andere. We gaan deze Magnemite evolueren tot een Magnetron. Want, nou ja, waarom niet? Ik bedoel, magnetische golven kunnen we even... Ik heb geen idee waar ik het over heb, oké. Okay. Wauw, de voice crack trouwens. Maar yes, een nieuwe Pokémon erbij. Dat is al de derde deze aflevering. Gaat goed zo, gaat goed. 3 nieuwe Pokémon er al bij. Ik bedoel, moet je niet veel gek... Nou, het moet wel veel gekker worden, waarom niet? Hoe gekker, hoe beter. Nou ja, ik ga alweer zoeken. Tot zo. Ik ben er zo terug. Oké, ik ben hier met een Krabby van 332. Ik bedoel, we hebben net Kingler al gevangen. Maar waarom niet nog een Krabby erbij? Want dan kunnen we een Krabby uiteindelijk evolueren tot Kingler. De candies komen van pas. Krijgen we weer XP voor. Altijd handig. En waarom kom je uit mijn Pokéball? Waarom kom je uit de Pokéball? Oh, ik heb geen Pokéball meer. Dit is leuk. Ik heb alleen nog 41 Great Balls. Aha, oké. Nou ja, we hebben in ieder geval Krabby. Ja, we hebben Krabby gevangen. Nou, ik zorg wel even voor een paar extra Pokéball en dan ben ik zo terug.
Oké, ben ik weer. Ik heb nog een Magnemite. Weet je, de candies kunnen gebruiken om onze Magneton te evolueren. Niet te evolueren, sterker te maken. Dus waarom niet? 1. 2. Wat? Ik kom uit mijn Great Ball. Ik heb trouwens nog steeds geen Pokeballs erbij, maar. Oké, nog een keer. En 1. En 2. En oké, top. We hebben nog een Magnemite erbij. Nog meer, nog een Pokémon gevangen. Altijd mooi, allemaal mooi. Ik meld me zo alweer. Oeh, kijk eens wat ik hier heb. Een wilde Seal. Seal die heb ik nog. Ik geloof dat ik hem 1 keer heb. Of helemaal niet. Dus hoe dan ook, het is een hypevang. Hypevangst. En ja, laten we gewoon kijken wat er gebeurt. Oké. 1. 2. 3. Top, we hebben een Seal gevangen. Helemaal mooi. Ik meld me zo meteen wel weer als ik wat anders gevonden heb. Oké, ben ik weer. En deze keer weer met een Seal. Het is niet dezelfde hoor. Het is niet dezelfde clip. Maak me niet druk, want deze Seal is 520 CP. En het is nu donker op de achtergrond. Maar dat zou gekund. Ik weet ook niet waarom. Maar Seals zit ik hier nu opeens. Dus ik vind het prima. We hebben hem ook. Ik ga hem weer zoeken. Tot zo. Oh wow, ik heb de meest zeldzame Pokémon in de game gevonden. De Magikarp. De super zeldzame, super geweldige, super awesome Magikarp. Oké, gooi de Pokéball. Pokéball gaat open, Pokéball gaat dicht. Pokéball gaat wiebelen. 1. 2. 3. Oké, top. We hebben de Magikarp. Ik ga weer zoeken. Tot zo. Oh mijn god. We zijn hier met een Gyarados, oké? Het is Gyarados. We hebben gewoon een Gyarados hier gevonden op het strand. Ik ben hem helemaal aan het flippen. Ik moet deze Gyarados hebben. Ik heb hem net al met mijn moeders telefoon gevangen. Want daarvoor moest ik ook even gaan zoeken. Want we zagen die Gyarados op de radar. En ik ben gelijk gaan zoeken. Zij was zo van, neem mijn telefoon ook even mee. Ik vond zo, prima. Oké, ik neem hem mee. Ik heb een Raspberry. Ik heb een Great Ball met een Great. Kom op. Nee. Blijf. Blijf zitten. Nergens heen gaan. Haal het niet in je hoofd weg te gaan. Ik ga even een foto maken van je. Hier. Kijk jongens, ik ben hier echt op het strand. Ze hebben een reuzenrad neergezet op het pier. Even een fotootje gemaakt hoor. Want dit is belachelijk. Ik geloof je toch niet dat ik hier nu een Gyarados vind. Maar jullie weten ook dat ik nooit zal cheaten. Maar ja, nu hebben we dit ook gezien. Oké. Die ring is rood waar ik hem in moet gooien. Dus dat betekent dat het heel moeilijk is. Oké, gooi nog een Raspberry. Kom op. Oké. Pak hem een Great Ball. Gaan hem gooien. Oh nee. Bijt hem weg. Kom op, gooi. Nee! Hoe? Wat? Had erin moeten zitten. Als hij nu wegrent. Dan was het zo'n onzin. 1. Oh nee. Hij rent weg! Nee! Oké, ik ga even een hoekje huilen. Nou, ik ben er weer. Ik ben klaar met huilen in een hoekje. En nou ja, we hebben een Jigglypuff gevonden, weet je. Ik gooi een excellent. Nice. Kijk, dat is nou eens een keertje echt nice. Ik bedoel, dat is dus... Wat? Jigglypuff komt net uit mijn Pokéball met een excellent... Nou ja, dat zal die Gyarados van net ook al gedaan hebben. Maar... Wat? Dat... Dit is de beste gooi die ik kan hebben en ik... Ik snap er helemaal niks meer van dit spel, maar maakt het ook niet meer uit. Oké, blijf erin zitten. Oké, goed zo. Brave Jigglypuff. Jij mag wel bij het team komen. Nou, welkom Jigglypuff. Ik ga zoeken. Hey, kijk, daar zit nog een Meowf. Die gaan we vangen. Dan hebben we nog een Meowf erbij. CP88. Dat is niet heel hoog, dus het moet een makkelijke vangst zijn dit. Zo waarschijnlijk als de Pokéball nog open gaat. Ja, blijft hij in de Pokéball wel zitten nu, denk ik. 1. 2. En 3. Ja, makkelijk. Oké, weer kennis erbij voor Persian. Dus tot zo. Oké, dit is de 5e nieuwe Pokémon als je Gyarados meerekent voor vandaag. Een dood duo. Ik heb nog geen dood duo ooit gezien. Nog nooit gevangen. Nog nooit een ei gehad. Ik wil hem gewoon hebben. Punt. Oké, gooi de Great Ball nu. Nu. Kom op. Nog één keer dan. Nu. Hij deed niet eens de animatie net met deze. Oké. Oké, kom op. Open gaan. Ja. Draaierig doen. 1. 2. 3. Nice, we hebben een nieuwe Pokémon erbij in de Pokédex. Alweer.
moet ik er wel even bij zeggen, want nou, het gaat vandaag echt geweldig goed. Lekker bezig. Helemaal top. Ik ga wel weer kijken of ik er nog meer kan vinden. Nou, ik ben terug. Niet met nog een dood duo of een nieuwe Pokémon, maar met een Bellsprout. Weet je, candies zijn altijd handig, want voor Victor Bell heb je er ook 100 nodig. En Victor Bell wil ik eigenlijk best wel hebben, want die is gewoon cool. En het ziet er cool uit en dat soort dingen, dus waarom niet? Oké, top. Dat ging makkelijk. Ik ben zo terug met de volgende Pokémon. Oké, ik ben er weer. Ik heb hier een Oddish. Ik geef hem even een Raspberry. En dan gooi ik hem even een Great Ball naar zijn hoofd. Weet je, waarom niet? Het is een Oddish. Oddish zijn cute. Oddish zijn leuk. Hij heeft een redelijke CP. En nou ja, waarom niet, toch? Ik bedoel, ik wil best Oddish hebben. We hebben wel Ploemel nog nodig. Dus, oké, gotcha. Nou, ben zo terug. Ben er weer en ik ben hier nu met een Kabuto. Die hebben we de vorige aflevering voor het eerst gevangen. Weet je, en nu heb ik gelijk mijn tweede al. Helemaal mooi. Kijken of ik hem kan vangen met deze Great Ball. Ja. Oké, gaat hij open? Ja. Gaat hij weer dicht? En dan is het 1, 2, 3. Mooi, we hebben nog een Kabuto erbij. Mooi, want de candy zul ik hebben, want ik wil Kabutops. Nou ja, ben zo terug. Oké, dit is echt complete gekte. Dit is de zesde nieuwe Pokémon vandaag in deze video. We hebben hier een Omanyte. Waarom heb ik deze Pokémon nog nooit eerder gezien in andere video's? Ik bedoel, ik snap het niet, want de gebieden zijn ongeveer hetzelfde. Overal is een hoop water. Dat is eigenlijk overal in Nederland, maar ik bedoel, ik snap het niet. Omanyte is volgens mij een watergrondsoort. De grondsoort weet ik zeker, het water niet. Denk het nou, maar ik denk het wel, het is schelddier is. 1, 2 en 3. Top, we hebben een nieuw Pokémon erbij. We komen al redelijk dicht tegen het einde van de video aan, want het wordt redelijk lang alweer. Maar hey, hype. Ik bedoel, nog een nieuwe Pokémon erbij. Je hoort mij niet zeuren hoor. Dus ja, ga ik nog even verder zoeken. Tot zo! En om de video af te maken, heb ik hier vandaag nog even een eitje wat uitkomt. En terwijl die uitkomt, zeg ik even, dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En we hebben een Goldeen. Yes! Ja, ik heb nog helemaal niet twee Kinglers of zo, Sea King of zo hoor. Maar maakt niet uit. Nou, ook bedankt voor het kijken, drop een like en tot de volgende video!